Ik ben Sjoerd Wenet, raadslid voor D66 Lingewaard en landelijk bestuurslid van de Jonge Democraten. En ik ben hier gekomen eigenlijk naar nieuwsgierigheid naar die democratische vernieuwing die Nederland nodig heeft in mijn ogen. En die hier ook eigenlijk gepropagandeerd wordt. In feite wordt er gepleit voor een revolutie. We moeten wat doen om Nederland beter democratischer te maken. Zorgen dat we ook de verbanden krijgen zoals we in een internetmaatschappij leven. Dat die ook nou eindelijk doordringen in de politiek. En hoe gaan we dat nou doen? Nou ja, die vraag staat nog open. Maar ik hoop dat wij Thorbecke een helder antwoord daarop kan geven. En ook dat wij Thorbecke een mooi rapport kan geven hoe we nou naar die stip op de horizon een verticale samenleving kunnen gaan. Ik werk vaak hier bij Meeting Plaza als ZP'er. En hier lag een flyer over deze startbijeenkomst. En daar viel mijn oog op. En toen dacht ik, hey, dat is interessant. Gewoon de titel al, wij Thorbecke, vind ik heel mooi. En het geval is dat ik onderzoek doe naar... ik noem het lean overheid of lean government, maar eigenlijk ben ik op zoek naar een nieuwe manier van overheid, zodat er meer waarde wordt gecreëerd voor, ja, voor in ieder geval, hangt van je scope af, maar van de Nederlandse burger. En ja, dus dit raakt eigenlijk wel waar mijn onderzoek over gaat. En ik ben dat onderzoek gaan doen omdat ik jaren bij de overheid heb gewerkt en bedacht heb, ja, dit moet toch anders kunnen. Hoe, in godesnaam. Ja, dus dat is mijn ervaring van vanavond. Voor mij zou een mooie ontwikkeling zijn van deze, ik zou maar zeggen, filosofie die hier vanavond gedeeld is. Om aan te sluiten vanuit het besef dat je goed bent. En dat je ook goed kunt doen voor jezelf en voor anderen. En dat het gesprek daarover in heel korte tijd heel fysiek, heel fysieke vormen kan aannemen. En dus ook verbeteringen kan opleveren ten aanzien van je leefomgeving, je eigen welzijn, je geluksgevoel en ook de dingen waar je dagelijks mee bezig bent. Dus het is allemaal veel simpeler en kleiner dan wij vanuit een soort van intellectualistische grondhouding met elkaar willen afspreken. Dus klein houden en zelf doen. Nou, ik ben hier vanavond ook bij Wij Thorbecke geweest. En wat ik je al vertelde net, ik heb een artikel geschreven met een groep andere mensen over modernisering van het poldermodel. En dat is eigenlijk ontstaan toen ik zelf werkte binnen beleidskringen en erachter kwam van, ik zie ze allemaal heel hard werken en echt met hele goede bedoelingen, maar het werkt niet meer. Wat is er nou, wat zou daar nou anders in kunnen? En toen ben ik eerst gaan kijken, de Sol en de East, wat is er nu en wat zou het moeten zijn in mijn optiek? Dat ben ik met een groep mensen gaan delen. En die hebben met elkaar de essentie naar boven gehaald. Wat wij denken dat daarin, nou ja, veranderd zou kunnen worden. En dat was dus ook een heel mooi proces om gewoon met 8 mensen samen zo'n artikel te gaan schrijven. Van wat is nou de essentie? Waar draait het werkelijk om? En volgens mij hebben we het daar hier vanavond ook gewoon over gehad. En nou ja, als we dat dus met al die netwerken, want dat werd vanavond ook geopperd. Er is namelijk al heel veel aan de hand. En ik ben ook met Bestuurlijk Nederland in contact van, laten we nou gewoon 6 miljoen uittrekken om 100 hele gemotiveerde ZP'ers die al bezig zijn met deze innovatie, om die 2 jaar lang financieel vrij te stellen. 30.000 euro per jaar, jongens, daar kunnen wij geweldig van leven. Dan kunnen wij de hele overheid en de maatschappij helpen met de beweging die nodig is om nu een vernieuwende stap te maken. Dan organiseren we bijeenkomsten, regelen we. Maar 6 miljoen. We geven per dag meer uit met 2 vingers in onze neus. Maar goed, dat is lastig, want het is nog wat onorthodox. Maar ik heb er volledig vertrouwen in dat als al deze bewegingen bij elkaar komen. En het huidige momenten waarin eigenlijk niemand meer weet welke kant het nu op moet. Terwijl ik denk, ja, maar dat is dus ook de lol. Wij weten het ook niet. Maar we durven het in ieder geval aan om een nieuwe richting te vinden. Nou, dat we er wel komen. Dus ik ben heel blij met Wij Thorbecke. Ik vind het absoluut een gaaf initiatief. Dat was mijn bevinding van deze avond.